Hey, reviewvrienden, daar zijn jullie weer. Wat heeft Ahmed opgestuurd? Wat zit er onder het doosje? Ik weet het niet. Laten we even kijken. O jee, iets Aziatisch. En het ziet er ook nog vies uit ook. Het ziet eruit als snoep, maar dat is het niet. Want onder alle Aziatische teksten staat hier chili fried fish. We hebben hier dus weer te maken met een zakje vis. En vis in een zakje is niet lekker. Maar goed, laten we het maar eten. Oh, ruikt toch weer naar vissenvoer. Er zitten hele vissen in. Die zijn gefrituurd. En er zit een chili laagje om. Lekker man. Hier, ook weer een hele vis. Als je het niet heel erg vindt, ga ik een beetje op zoek. Oh, naar een kleintje. Klein visje. Ja, ga proeven. Het is hartstikke hard, joh. Het lijkt wel of ik op een schoen zal zitten kauwen. Dus in doorheen te komen. Waar het niet. Dat deze schoenzool drie smaken heeft. Smaak 1. Gedroogde vis. Smaak 2. Suiker. Smaak 3. Heel veel chilipeper. Bok en bok heet. En een vraagje doet af. Vind jij dit nou lekker? En daar heb ik een antwoord voor. Nee. Maar het is ook niet echt vies. Want echt, het is niet echt dat je hele vieze, oude, droge vis zit te kauwen. Want eigenlijk proef je het minst van de vis. Het is alleen ja, zo verrotte droog, dat je gewoon een half uur aan het kauwen bent voordat je er doorheen bent. Tenminste, dat je het in stukjes hebt. En dan is het zoet en een beetje pittig. Vies? Nee, zeker niet. Zou ik het elke dag eten? Nou, weet ik eigenlijk ook niet waarom. Maar het is niet slecht. Deze gedroogde vis uit Hongkong. Met heel veel suiker en chili. Krijgt van mij. Een 6. Het is niet vies. Het is niet lekker. Het is gewoon zonde van de vis.